Natasja Eversen van Sinterklaasstad. Het is alweer een jaar geleden. Staan we weer, Joop. En over een paar nachtjes komt hij alweer. In 2023 naar Amersfoort. Ja. European City, of de weet ik wat allemaal. Er is zoveel te doen. En nu, voordat we het weten, gaan we nu echt van start met de voorbereidingen. En we beginnen met de auto. Ja. Is die er? Ja, als het goed is, we mogen hem vandaag ophalen. Daar mogen jullie bij zijn. Want ook dit jaar is Sinterklaas weer Emerico, dankzij Van Mossel Kia. En zo kunnen we het logistieke plaatje weer oplossen. Ja. Dus vandaag gaat het beginnen eigenlijk. Ja. Dit is de eerste stap. En nu gaan we alles klaarmaken, zodat Sinterklaas aan kan komen. Oh, geef even een seintje als je hem wilt rijden. Als het goed is, komt hij er zo aan. Hé, hey. Wat staat daar? Ja! Ja, volgens mij is dat komt hij. Ja. Oh, en dan, die mag jij gebruiken, hè? Ja. Kijk dan, wat leuk! Oh, ik ga even naar die... Wat wil je nog weer, Joop? Ja, oh, wat, kom eens! Hey! Goedemiddag! Hallo, we zijn van het Sinterklaasjournaal. Ja. Jij bent? Jeroen Tiel van Mossel. Ja, Jeroen Tiel van Mossel. En jij gaat nu de sleutels overhandigen aan Natasja, dat ze hem tot 18... Nee, langer waarschijnlijk nog, hè? Hoe lang mag ze hem gebruiken? Totdat Sinterklaas weer weg is. Ja, natuurlijk. Ja. En dat gaat nu de officiële handeling. Heb jij een klein speechje voorbereid voor die lieve schat? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Nou, in ieder geval spelen jullie een beetje ook voor Sinterklaas en met die auto. Nou, we zijn heel erg dankbaar, hè? Sinterklaas ook, want ik ga natuurlijk wel vertellen wat, wat hem te wachten staat, hè? Nou, vooral Sinterklaas is hier natuurlijk weer heel blij mee. Ja, ik stiekem ook, maar ja. Vol verwachting klopt mijn hart, daar gaat hij. Alsjeblieft, Natasja. De groetjes aan Sinterklaas. Ja, zal ik doen. En we komen langs. We komen natuurlijk. Sinterklaas komt Van Mossel even bedanken op 2 december. Ja. Met hopelijk heel veel kindjes. Alle kindjes zijn welkom. Natas, nu je hem in ontvangst hebt genomen. Ik zag dat je posters had. Die gaan we natuurlijk ook in de loop van de week overal naartoe brengen. Ja. Waar ga je heen? Eigenlijk alle partijen waar we mee samenwerken, die krijgen een sponsor om aan te geven van joh, waar komt Sinterklaas, wat gaan we allemaal doen? We zitten weer ramvol met allemaal activiteiten, van 's ochtends vroeg tot einde dag, waarbij iedereen natuurlijk welkom is. Ja. En door middel van de posters maken we zichtbaar waar Sinterklaas te vinden is. Ja. QR-code staat erop. QR-code zag ik. Wat een moderne Sinterklaas, hè? Ja. Ook Sint moet met de tijd meegaan. Ja, maar dat doet hij niet alleen natuurlijk. Wij helpen hem een handje. Ja, ja. De Pieten die helpen hem allemaal een handje. Anders is het allemaal vrij ingewikkeld voor die oude man. Ja. Ja, en we gaan ook binnenkort even bij de burgemeester langs om hem op de hoogte te stellen van de komst van Sinterklaas. Want hij is natuurlijk ook razend nieuwsgierig hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja. Maar eerst zijn we bij jou aangeland met de auto, de posters en er gaat nog veel meer gebeuren. Zaterdag 18 november komt hij aan. Ja. Nou, de burgemeester zal hem dan ontvangen, maar dat zullen jullie ook nog even aangeven. Hey, en de kinderburgemeester, die is daar ook bij. Jij noemde net de aankomst van Sinterklaas, de 18e, maar kun jij nog herinneren dat we vorig jaar ook zo verschrikkelijk gezellig hadden gehad met de burgemeester, met het aankomst in de Eemhaven. 15.000 mensen langs de kant. 15 graden, uit de Spaanse winter meegenomen. Ja, en eigenlijk voor het eerst weer in de Eemhaven. Hey, we kijken heel even kort terug naar vorig jaar. Oh, met leuk. Een kleine fragmentje. Ja, leuk. De dood. Zie je die ook? Ja. Ik ben de eerste mensen die het zien. Zie jij ook? Ja. Nog even kijken voor de Gooi die handjes in de lucht. Gooi die handjes in de lucht.
Tasja Eversen, ja. Wat een schitterend feest. Kijk om je heen. Duizenden vrolijke kindjes. Het weer is echt Spaans. En jij bent een van de grote organisatoren met een hele grote glimlach op je lippen. Ja, big smile, van oor tot oor. Maar Joop, wat jij zegt, moet je kijken. Duizenden kinderen, papa's, mama's, want het blijft een familiefeest. Hè? Dus voor iedereen is dit leuk en voor iedereen is het een feestje. Hier blij langs de kant. De Spaanse winter heeft hij meegenomen. Supertemperatuur. Ik zweet joh! Gewoon warm. Dit zijn we niet gewend, november. Nee. Maar het ging hartstikke goed. Hij is aangekomen, ja. Die boot is niet gezonken. Oh, het was een lieve Sinterklaas, hé. Ja, maar die is natuurlijk ook weer blij dat dit kan. Ja. Dat dit na die jaren corona. Ja. Hoeveel handjes heeft u al geschud? 3472. Met uw ja, hand. Ja. Doet hij niet zeer? Nee, het gaat goed komen. Dan laat ik u verder uw gang gaan. Ja, nee, het gaat helemaal goed komen. We gaan genieten van al die kinderen. Wat was dat leuk, hè? En dit jaar gaan we het nog leuker maken. Ja. Vorig jaar hebben we weer genoten, maar dit jaar gaan we nog meer genieten. We hebben wat bekende activiteiten, maar ook zeker veel nieuwe activiteiten. Zo is er een pietenbingo, het pietenontbijt is er, we hebben de pakjesboot, het keilijntje doet mee. Dus dat zal Leuk! Ja, treintje. Ja. De Sint-Express wordt dat. Ja, de Sint-Express. Ja. Oh, wat leuk dat je meedoen. We krijgen stationnetjes en tussen het Eemplein en de binnenstad zal die pendelen. Dus mensen mogen daar op en af en kunnen zo nog meer gebruik maken van de activiteiten die er zijn. En de locaties? De slaapkamer is weer bij Pathé op het Eemplein. We hebben de knutselkamer bij de Green Outlet, net als vorig jaar. Ja. Het pietenontbijt zal zijn bij proeflokaal Brechtje. Op het Eemplein zelf is de Pieter Bingo. En wat leuk is om te weten is dat de hoofdprijs is een huisbezoek van Sinterklaas. Dus daar moet je. Ben je er ook bij? Ja, daar ben ik dan bij waarschijnlijk. Ja, maar we willen zoveel mogelijk van de Goedheiligman vastleggen. Voor de kindertjes. Ja, en wie wil dat niet, een huisbezoek van Sinterklaas? Ja, ja. Schothorst hebben we ook een uitgebreid programma met een meet and greet. Sinterklaas maakt daar de winnaar bekend van de kleurplatenactie van het winkelcentrum. We hebben daar spelletjes, er is muziek. Hier bij Van Mossel hebben we een vol programma met spellen, knutselen. En in de binnenstad hebben we natuurlijk de oude bekende speurvaart die het altijd goed doet. Oh, wat ben je druk, meid! Ja. Maar het is zo leuk. Ja. Weet je, het is aftellen. Ik kan niet wachten tot die er straks is. En dan vooral al die blije kindjes. Ja. Maar ook papa's, mama's, want het blijft een familiefeest. Maar je hebt toch wel hulp, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ik doe dat niet alleen. Nee, dat doe ik samen met heel veel vrijwilligers. Ja. Waar we heel dankbaar voor zijn. Al die pieten die stiekem ook wel echt druk zijn hoor, achter de schermen vanuit Spanje. Zo gaan we er weer een heel groot feest van maken. Jullie hebben genoeg centjes gelukkig weer gekregen van de burgemeester. Dat was nog even spannend. Ja, was nog even spannend. Dat was maar heel spannend. Ja. Maar ook dat is goed gekomen. Ja. En gelukkig is het inderdaad is er wat geld vrijgekomen. Ja. En kunnen we zorgen dat die, als alles goed gaat, de haven weer binnenkomt varen. Wij laten het hierbij, want je staat te popelen om in de mobiel te stappen. Ja, want je gaat een hoop werk doen en op pad te gaan. Wij spreken jou binnenkort heel snel weer. Maar nu laten we je even genieten van die prachtige Sint-mobiel. Ja. En graag tot heel snel. Ja, tot snel Joop. En tot slot, waar kunnen de kindjes dit allemaal terugzien? Op sinterklaasstad.nl, onze website.
En op onze social media, dus op Facebook en op Instagram, 033 Sinterklaasstad. Lieve kijkertjes, namens de cameraman Peter, namens mij, de hulp Piet van Sinterklaas en natuurlijk onze kanjer Natasja Eversen. Tot heel snel op de televisie en in Amersfoort. En bij alle activiteiten, juist, in de haven ook. Die kun je opzoeken. Ja. Doei! Doei!